In de weerkunde maken we al decennia lang gebruik van weersatellieten. Ze geven een beeld van of grote hoogte. Op bijvoorbeeld Europa of elders in de wereld en laten heel duidelijk zien waar bewolking aanwezig is. De satellieten worden steeds beter, steeds nauwkeuriger. De NASA heeft een website in het leven geroepen waar we dagelijks dit soort hele mooie platen, overviews kunnen krijgen van de hele wereld. En daar kun je dan prachtig op inzoomen en een paar hele mooie details terugvinden. Vandaag gaan we ook even inzoomen op de kaart. We richten ons op het westen van Afrika, het oostelijk Middellandse zeegebied en we gaan ook helemaal richting. Het noorden van Europa richting Scandinavië. Als eerste het westen van Afrika. We zien hier het continent Afrika liggen, de Sahara-regio. En we zien een wat wazige band hier op de oceaan komen. Dat is Sahara-zand. En dat zand wordt met de overheersende noordoostelijke winden zo de oceaan opgestuurd als het ware. En bereikt soms zelfs helemaal het noorden van Zuid-Amerika, Brazilië bijvoorbeeld. Als we nog verder inzoomen, dan zien we de Kaapverdische eilanden. Die band met Sahara-zand gaat er net zuidlangs van. Maar verder zien we toch ook nog wel mooie details... juist bij die eilanden van de Kaapverdische eilanden. Want we zien met de noordoostelijke winden... dat wolkenvelden tegen de eilanden worden geduwd. Aan de achterzijde is de bewolking opgelost. Dus aan de zuidzijde van de eilanden. Daar is het prachtig zonnig. Maar de wind die krijgt ook een werveling mee. En de wolken zie je soms ook een werveling meekrijgen aan de achterzijde. Van die eilanden, iets wat we ook vaak bij de Canarische eilanden overigens zien. Het oostelijk Middellandse zeegebied. Ook daar zien we dat stof en zand vanuit de Sahara helemaal over Griekenland en de Zwarte Zee richting de Caucasus is geduwd of geblazen. De afgelopen dagen was er rondom Soshi in de bergen zelfs een hele oranje gloed op de sneeuw te zien. En dat was allemaal Sahara-zand. Overigens ook een heel mooi detail. Een lage drukgebied, net even ten zuidoosten van de Italiaanse Laars. Met een koufront erachter euh, zien we terug. En aan de voorzijde de warme lucht vanuit Afrika met Sahara-zand. En aan de achterzijde schonere lucht vanuit Noord-Europa. Daar is de lucht prachtig schoon, geen Sahara-zand. We zien een hele mooie scheidingslijn terugkomen. Dat Sahara-zand overigens, dat is continu op drift. De ene keer beweegt het naar het noorden, de andere keer dus met de noordoostwinden zelfs helemaal tot aan bijvoorbeeld Brazilië of Suriname om maar eens wat te noemen of het Caribisch gebied. En het is dat zand wat ervoor kan zorgen dat tropische stormen in het najaar soms toch weer een beetje omzeep geholpen worden door al die stofdeeltjes waardoor ze niet kunnen uitgroeien tot een orkaan die dan vervolgens via het Caribisch gebied richting Amerika kan schuiven. Terug naar de satellietplaat. En dit keer naar het noorden van Europa. Scandinavië. Nog helemaal wit. Want het is daar al wekenlang nog volop winter. Bewolking hier. Tegen de kust en in de bergen, maar het binnenland is flink opgeklaard. En verder zien we de botnische golf ook wit kleuren. En dat komt omdat daar ijs en sneeuw ligt. En uh, ja, op meer plekken ligt aan de randes dus ook nog wel ijs. En de norm voor deze tijd van het jaar zien we hier terug. En dit is de situatie zoals die op 19 maart van dit jaar was. Eigenlijk een vrijwel normale ijsbedekking in de botnische golf. Ja, mooie satellietplaten. Nogmaals, u kunt het ook zelf dagelijks bekijken. NASA Worldview. Als u dat intikt op internet, dan komt u al heel snel op de site van de NASA. En dagelijks kunt u dus mooie platen zien en zo her en der eens inzoomen op prachtige details.